Dit zijn de functies die media navigatie biedt. Het navigatiesysteem van je auto maakt al je reizen gemakkelijker. Druk op Navigatie in het hoofdmenu van Media Navigatie. Er zijn verschillende manieren om een adres te selecteren of naar een point of interest te gaan, als je hier drukt. Kun je de details van je bestemming selecteren, land, stad, straat en nummer. Je kunt ze ook met dit toetsenbord invoeren. Als je bestemming een point of interest is, zoals een parkeergarage of restaurant, en je in hetzelfde gebied bent, kun je dit vinden door hier te klikken. Als je een route hebt ingevoerd, worden points of interest langs de route voorgesteld tijdens het rijden. Als er geen route is ingevoerd, krijg je voorstellen voor points of interest rondom je positie. Je krijgt bijvoorbeeld de volgende details te zien voor laadpunten: afstand tot het laadpunt, gratis of betaalde laadpunten, aantal vrije laadpunten, beschikbare type aansluitingen, enzovoort. Met de voorgeprogrammeerde zoekopdracht kun je snel de meest gekozen soorten locaties vinden. Er is ook een snelle zoekfunctie die een point of interest voor je zoekt vanaf de kaart. Druk op een plek op de kaart. Afhankelijk van je positie verschijnen er één of meer punten op het scherm. Als het een bestemming is die je al hebt gebruikt, vind je deze in je geschiedenis. Klik hier om adressen die je wilt bewaren op te slaan en op te halen. Zoals bijvoorbeeld thuis of werk. Klik op OK. Nadat je je bestemming hebt ingesteld, het systeem geeft de bestemming weer zodat je deze kunt bevestigen. Daarna wordt de route bepaald. Het systeem geeft nu een overzicht van de route weer. Klik nogmaals op OK ter bevestiging, daarna start de navigatie. Ook kun je 10 seconden wachten, dan zal de navigatie automatisch starten. De weg die je moet rijden wordt weergegeven, samen met informatie die van belang is tijdens je reis. Hier zie je de resterende afstand tot de bestemming en het tijdstip van aankomst. Hier kun je de volgende verrichting zien die je moet maken. Druk op deze toets om het uiterlijk van de kaart te wijzigen en in of uit te zoomen. Ook kun je met je vingers de kaart vergroten of verkleinen. Hier schakel je de gesproken reisbegeleiding in of uit. Zodra je een bestemming hebt ingevoerd, zal het tabblad Route meerdere opties weergeven. Om je route te wijzigen, klik je hier. Klik hier voor real-time verkeersinformatie, zodat je knelpunten kunt vermijden. Als je hier klikt, kun je één of meerdere routes verwijderen. Klik hier voor alternatieve routes. Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van je route. Klik hier voor kaartinstellingen om de taal te wijzigen en om kaartupdates op te halen. Druk hier in het systeemmenu om naar de radio te gaan. Er zijn 3 modi beschikbaar: hoofdmodus, lijst en voorkeuze. Met de hoofdmodus kun je automatisch of handmatig zenders zoeken. Druk op deze toets om naar de volgende of vorige zender te gaan. Druk op deze toets om je zender te zoeken door handmatig de frequenties te doorlopen. In de modus lijst zie je een lijst van zenders die binnen bereik zijn, in alfabetische volgorde. Gebruik deze scrollbalk om de zender te zoeken die je wilt en druk vervolgens op de zender om ernaar te luisteren. Voorkeuze.
Hiermee kun je je favoriete zenders opslaan. Als je de zender die je beluistert wilt opslaan, open je voorkeuze. Kies een vrije plek en houd deze ingedrukt. Wacht op het geluidssignaal. En klaar is Kees. Gebruik opties om je radioopties te configureren. Het menu Media biedt toegang tot alle externe bronnen. Gebruik deze knop om van mediabron te veranderen. Je kunt kiezen uit een apparaat dat via Bluetooth is verbonden, een apparaat dat op de USB-poort is aangesloten of een apparaat dat de externe jack gebruikt. Op deze manier kun je naar je eigen audiobestanden luisteren. Om alle functies van je smartphone te kunnen gebruiken, moet je eerst je telefoon koppelen aan het multimediasysteem. Je moet eerst controleren of Bluetooth is ingeschakeld op je smartphone en is ingesteld op zichtbaar. Druk in het hoofdmenu van het multimediascherm op instellingen, vervolgens op connectiviteit en dan op Bluetooth-apparaat zoeken. Dit bericht wordt weergegeven op het scherm van het multimediasysteem. In deze fase kun je de koppelingsprocedure annuleren. Je hoeft enkel op annuleren te drukken. Zodra het zoeken is voltooid, geeft het systeem een lijst met apparaten weer. Kies die van jou. Je ziet een wachtwoord op het scherm van het multimediasysteem. Voer dit in je telefoon in. Druk vervolgens op OK. Je smartphone is nu verbonden met het media-navigatiesysteem. Mogelijk vraagt je smartphone je om de verbinding met je gesprekshistorie, contacten of media toe te staan. Als je deze vanuit het multimediasysteem wilt kunnen gebruiken, druk je op Toestaan. Wil je iemand bellen, druk dan op Telefoon. Voer het nummer rechtstreeks in via het toetsenpaneel op het scherm en druk dan hier. De oproep start. Je kunt ook je adresboek openen door te klikken op de tab Opstellen en vervolgens op Adresboek. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om een contactpersoon te zoeken. Druk op de contactpersoon om hem of haar meteen te bellen. Druk hier om het gesprek te beëindigen. Om je gesprekshistorie te openen, selecteer Opstellen en daarna Oproepenlijst. Tijdens een gesprek kun je via de luidspreker van je telefoon of je auto telefoneren. Gebruik deze twee pictogrammen om je keuze te maken. Druk in het startscherm op Instellingen en selecteer vervolgens een onderwerp aan de onderzijde van het scherm. Je kunt het menu Instellingen verlaten en terugkeren naar het startscherm voor het systeem door hier te drukken. In het menu Audio heb je toegang tot de geluidsinstellingen voor je multimediasysteem. De instelling volume/snelheid past het volume automatisch aan je snelheid aan. Zodra je voertuig harder dan 40 km per uur rijdt, wordt het volume verhoogd. Je kunt deze functie uitschakelen door op uit te klikken. Display toont alle weergaven en scherminstellingen. Hier kun je de helderheid van het scherm aanpassen naar één van drie niveaus: laag, gemiddeld of hoog. Gebruik dit menu om de zichtbaarheid van het navigatiescherm in te stellen op een dag- of nachtinstelling. Klik in Instellingen op Display om de achteruitrijcamera in of uit te schakelen. Hier kun je de taal die binnen het hele systeem wordt gebruikt en de taal van de gesproken begeleiding wijzigen. Wil je de taal wijzigen, klik dan op de gewenste taal en vervolgens op OK. Als je auto is uitgerust met navigatie, wordt de tijd automatisch ingesteld door de GPS als de kaart van het land waarin je je bevindt geïnstalleerd is.
Bij uitvoeringen zonder navigatie moet je de tijd handmatig instellen. Klik hiervoor op klok/eenheden en kies tijdsinstelling. Hier kun je de standaardinstellingen voor het hele systeem terugzetten of kun je resets per functie uitvoeren.